Nou, groen liefde is hoe liever wij hebben en daar worden wij allemaal blij van. En de mensen ook. En de vogels en moeder natuur, dus wat wil je nog meer? Omroep Dommeland Nieuwsflits. Goedemiddag. Is het een beetje druk? Het is druk geweest, maar nu is het wel rustiger. Ja. Maar rond 10:30 was het hartstikke druk. Dus dat was op zich wel leuk. En het was tegelijk met de opening, dus het was even een beetje hectisch. Maar de mensen waren allemaal enthousiast, dus de mensen hadden geduld. Dus het was verder niet zo'n probleem. Nee, want hoeveel mensen zijn er nou zo ongeveer geweest? Nou, ik denk dat er vanuit de actie vanuit Boksel sowieso 250. En vanuit onze eigen actie een man of 60, 70. Ja, want de eigen actie is... Van de Natuurberggroep Liemde. Natuurberggroep Liemde had een biodiversiteitsactie. Van natuur rondom je huis. En dat wil in betekenen allemaal bomen en struiken. En nestkastjes, verschillende nestkastjes voor vleermuizen en voor spreeuw en voor de mus. Ja. Wij willen vooral van de natuurwerkgroep zorgen dat mensen die iets willen doen voor moeder natuur, dat die het ook kunnen. En dat doen we door nestkasten te geven, door bomen te geven, door struiken te geven. En zodat heel liemte zou groen, maar nog groener. Ja. En hoe groen liemte is, hoe liever wij hebben, en daar worden wij allemaal blij van. En de mensen ook. Ja. En de vogels. En moeder natuur. Dus wat wil je nog meer? Dus, En de actie vanuit Boksel is met die vouchers? Ja, in het kader van het Groene Gras Festival. En ze zijn dezelfde soort struiken als die van ons. Want we hebben wel een soort afspraak over gemaakt met de gemeente Boksel. Dat is een mooi overleg geweest. We hebben wel dezelfde soort, alleen ander pakket. Ja, want wat zit er nou in die pakketten? Er zit velbom in, hengeroos, hondsroos, Gelderse rood zit erin. Allemaal inheemse soorten die heel veel vlinders en bijen aantrekken. En als je rupsjes bijvoorbeeld hebt van allerlei soorten, dan trek je weer vogels aan. Dus het is allemaal voor het insectenleven, maar ook voor het vogelleven. En soms ook voor de zoogdiertjes, dat ze eronder kunnen kruipen. Ja. Dus het is allemaal voor de biodiversiteit, dat je meer soorten in de tuin krijgt. Ja, ja, dus je hebt pakketten, hier staan we dus bij die pakketten A, B en C. Ja. En wat houdt dat precies in? Pakket A is voor de kleine tuin. En pakket B is voor de middelgrote tuin. En pakket C, dat is voor de grote tuin, die waar meer ruimte hebben. Als mensen die nou gewoon vandaag gaan halen, wanneer moeten die dan geplant worden? We hebben het advies gegeven direct mee te planten. Ze krijgen ons een plantadvies mee. Of ze moeten het tijdelijk opkuilen, want anders drogen de wortels uit. Er zitten heel fijne haarworteltjes aan. Ja. En als je die 1 of 2 dagen buiten laat liggen, dat kan bevriezen. Hè. Nu is het nog geen geworst, maar dat kan bevriezen. En uitdrogen, dat is het belangrijkste. Dus ze moeten acuut mee geplant worden. Vroeger was de planttijd vanaf 1 november. Hè, dat was normaal. Maar door de klimaatverandering, hè, want sommigen hebben nog de blaadjes, zie je, hè? Daar zie je dat al zitten. Ja, ja, ja. Door die klimaatverandering schuift dat bladverlies later. Dat schuift allemaal een beetje op. Door de jaren is dat, want ik denk dat we volgend jaar, als we zo'n actie bij wijze van spreken hebben, ja, dan moet het bijvoorbeeld 15 november zijn. Oké, en dan zie ik ook nog kleine boompjes. Ja, ja, hier zit, daar zijn die pakketten die we... Ja, hier zit... Dat ben ik aan het laten. Oh, meneer, neemt u die zomaar mee? Ja. En hoe komt dat? Omdat ik ze maar niet meer moet geven. Nee, maar moet jij weten wat het is? Ja, er zit een hazelaar in. De gussen zit erin. En dan is het op, denk ik. Even en dan had je ook nestkast. Ja. En kardinaalsmut zit erop. En wie bekostigt nou deze actie? Bij onze actie is vanuit... wij hebben van de Rabobank geld gehad. Voor een speciale pot. Voor een biodiversiteitsactie. We hebben via het Groene Woud subsidie aangevraagd. Natuurweggroep Liemde doet er zelf in investeren, ook geld. En de gemeente, die hebben daar vanuit het biodiversiteitspotje dan maar geregeld. Ja.